Now playing Hymn for the Weekend. Have a good one. Hymn for the Weekend. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Ja, want jij gaat op zoek naar het geluk. Inderdaad, ik ga op zoek naar geluk. Dat ik meer geluk heb in het leven. Nee, ik heb eigenlijk heel veel geluk in het leven. Maar ik vind de zoektocht naar geluk vind ik wel heel erg boeiend. En wat maakt de mens nou eigenlijk gelukkig? Dus, klinkt een beetje zweverig. Ja, en het is misschien ook een beetje zweverig. Want ja, hoe word je nou eigenlijk gelukkig? Is dat door bijvoorbeeld meer rust in jezelf te vinden, zeggen ze dan? Of balans in je leven, is dat nou geluk? Of is geluk nou eigenlijk gewoon tevreden zijn met wat je hebt? Is het niet heel erg subjectief eigenlijk? Ja, weet ik niet zo goed. Waarom? Nou, wat voor de een iemand heel gelukkig kan maken, kan voor een ander iets heel anders zijn. Dus dat denk ik niet. Het is niet over één kant te scheren. En dat is het misschien ook. Er is niet een kant-en-klare formule van zo word je gelukkig. Maar dus kun je heel veel afleveringen maken. Ja, nou dat ook. Je kunt heel veel mensen hierover spreken. Absoluut. Ja, want even daarop terugkomend. Ja. Voor de goede orde. Jij bent bezig. Ik kijk ook, maar vooral wij jij. Wij samen, jij ook. We zijn bezig met het maken van een gloednieuw televisieprogramma voor RNTV. En dat heet dus Gelukzoekers. Gelukzoekers. En in dat programma ga jij dus op zoek naar het antwoord op de vraag van wat is geluk en hoe word je gelukkig? Precies. Allereerst, waarom wil jij dit programma maken? Waarom wil ik dit programma maken? Sowieso ben ik er altijd heel erg mee bezig van, hey, wat maakt een mens nou blij? Waar word je nou happy van? Wat moet je doen om een gelukkig en fijn leven te leiden? Dus ik heb er heel veel podcasts over geluisterd en ik heb het daar gewoon vaak met mensen over. Dus daar is het eigenlijk een beetje uit ontstaan. Ja. En ik vind het ook gewoon heel erg boeiend om daar mensen over te spreken. En ook om dan vooral ook wel de wetenschap daarin bij te betrekken. Want je kunt, we zeiden het net al, het is een beetje zweverig, hè. Mm-hmm. Maar vanuit de wetenschap is er heel veel onderzoek gedaan naar hoe het nou eigenlijk in ons brein werkt. En dus ik wil het graag gewoon allemaal in één programma bij elkaar voegen. Vanuit de wetenschap, vanuit mensen die hun persoonlijke verhaal deelden. Daar wilde ik één programma van maken. Ja, en de productie van het programma is momenteel in volle gang. Absoluut. We hebben heel veel opnamen al gehad. Ja. Wanneer het gaat uitgezonden worden is nog niet helemaal duidelijk, maar het zal een beetje eind van de winter zijn, zeg maar. Dat gaat beginnen. Zometeen heb ik een aantal fragmentjes alvast voorbereid. Leuk, spannend. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Ja, ik ben vooral nieuwsgierig of jij aan de hand van dat fragmentje kunt horen waar het over gaat. Waarschijnlijk wel, natuurlijk wel. Je was er zelf bij. Ik hoop het wel, Het zijn allemaal hele lange interviews, dus misschien dat één fragmentje niet heel duidelijk is. Maar kun je in ieder geval wat meer erover vertellen. Ja. Maar even in het algemeen alvast, wat voor soort mensen heb je inmiddels al gesproken? Nou, heel veel boende mensen. Ik heb dus wetenschappers gesproken. Geluksprofessor. Ik heb iemand gesproken, een man. En die heeft een aantal jaar geleden heeft hij een ongeluk gehad. En nu een dwarslesie. Heb ik gesproken. Ik heb een influencer gesproken. Ik heb ook een econoom gesproken. Ik heb heel veel verschillende uiteenlopende mensen gesproken. Ja, dus het is eigenlijk vanuit heel veel verschillende perspectieven. Ja. De vraag van wat is geluk voor jou? En ben jij gelukkig? En zoals ook die man in die rolstoel van, goh, heeft dat invloed op jou geluksgevoel, zeg maar. Dat soort dingen. Ja. Kun je ook misschien een klein tipje van de sluier oplichten als je nou na al die ervaringen jezelf de vraag stelt van, goh, wat is geluk? Niet alles prijsgeven natuurlijk, want dan komt dit programma pas. Maar ik kan nog niet zo goed zeggen wat is geluk, maar ik denk wel dat het heel erg zoeken naar geluk, dat misschien niet zo heel gelukkig maakt. Oeh. Die is mooi filosofisch. Ja. Jeetje. Als we nu een tegeltje hadden gehad, dan had ik hem er even opgezet. Wauw. Nou, goed, zometeen gaan we dus alvast een klein voorproefje nemen op het programma. Met een aantal fragmentjes die jij ook mag toelichten. Maar eerst heb ik eigenlijk wel zin om te dansen. Zullen we dat samen doen met vrouwtje? Nou, vooruit. Leuk! Zo is dat. En dansen doe je gezellig met z'n twee. Nou. Of meer! Je kunt het leven niet van niet herkansen. Vrouwtje ook niet. Je had, je ging iets met fragmenten doen, hoorde ik net. Ja, we hadden net al even over gelukzoekers. Inderdaad, Het programma van Imke dat er over een niet al te lange tijd aan gaat komen op RN7. Heel bijzonder programma. Waarvan we nu alvast een aantal korte fragmentjes kunnen laten horen. Uit interviews die jij de afgelopen tijd hebt afgenomen met mensen. Over de vraag wat is geluk en hoe word je gelukkig. Wel heel leuk, want dit is de eerste keer dat er eigenlijk iets van het programma wordt uitgezonden. Of, iets. Yeah. Dus wel heel leuk. Ik ben echt heel benieuwd.
Ja, we begonnen dan straks sowieso even heel kort met een fragmentje van Get Lucky van Daft Punk. Dat wordt de liedermuziek, de vormgeving van het programma. Dus lekker vrolijk en zo. Ja. En dat moet het programma ook worden. Precies. Het is alleen al positiviteit. En het is wel gewoon dat je gaat kijken en dat je er misschien ook iets uithaalt van... Oh, ja, inderdaad. Positief in het leven staan en nou ja, dat. Ja, en het is eigenlijk een soort van documentaire reeks. Zo moet je eigenlijk zien, hè? Eigenlijk wel, dus, ja. Dus het krijgt waarschijnlijk een aflevering of 6 à 7 of zo. Precies. Maar het loopt allemaal in elkaar over. Je kunt niet zeg maar 1 aflevering kijken en dat je dan weet wat geluk is. Ja, het is echt een hele reeks. Ja. En in die reeks zit onder andere dit stukje. Oké. Okay. Hierdoor ga je gewoon beseffen dat de kleine dingen, dat je die ga je gewoon meer waarderen. Het kan gewoon maar zo over zijn. En er hoeft maar iets... kleins te gebeuren en je leven ligt op zijn kop. Nou, dan probeer je gewoon van alles wat voorbij komt te genieten. En dat zijn wel dingen die ik bewuster ben gaan doen. Ik ben wat minder gaan werken. Ik ben met mijn werk eigenlijk alleen maar dingen gaan doen die ik echt leuk vind. Mm-hmm. Daarvoor denk ik dan wel eens een keer, ik heb hier geen zin in, maar het moet maar eventjes. En mm-hmm. Probeer ik ook een beetje uit de weg te gaan. Privé net zo. Als ik bijvoorbeeld geen zin heb om naar een verjaardag te gaan, dan ga ik niet naar een verjaardag. En dan, ja, dat is dan jammer misschien. Maar ja, ik wil wel graag dingen doen die ik echt leuk vind. En natuurlijk doe je wel eens een keer, iedereen doet wel eens een keer iets natuurlijk waar hij geen zin in heeft. Maar ik ben er wel bewust mee bezig. En dat maakt wel dat je dan eigenlijk veel meer dingen doet die je eigenlijk heel erg leuk vindt. Ja. Imke, wie was dit? Ja, dit was Koen van Zeeland. Ja. Ja, en ik kreeg nu weer, voordat ik hem even hoor, ik kreeg weer een beetje zo, een beetje kippenvel momentje van, want dit was gewoon echt een bijzonder interview. Dit is een man en hij heeft dus, waar ik net ook over vertelde, hij heeft dus een dwarslesie. Ah. En dit is zo'n positief iemand. Mm-hmm. Echt een superleuk vent. En zo positief. En op een gegeven moment ook gewoon dat hij zei, dat hij ook misschien nog wel nu gelukkiger is dan voor het ongeluk, omdat hij zich nu veel meer bewust is van wat het leven eigenlijk allemaal te bieden heeft. Ja, dan ben je gewoon alleen maar een prachtig mens, toch? Maar dan word je toch ook heel gelukkig van als je zo iemand spreekt? Ja, daar krijg je echt... Ja. Het is bij zoveel, bijna alle gasten al zo geweest dat ik dan wegging. En dat ik, volgens mij benoem ik dat nog iedere keer naar jou, Rick. Dat ik dan zeg, ik ben helemaal positief. En dan denk ik, yes, leuk. Je zweeft steeds weer terug naar huis. Ja, dat is echt. Maar er is dus ook heel veel te leren als ik het zo hoor. Het is een documentaire reeks natuurlijk dan. Mm-hmm. En je kunt er een positief gevoel van krijgen. Maar je kunt ook dus heel goed leren, denk ik, hoe je die positiviteit kunt bereiken. Ja, dat probeer ik inderdaad wel te doen. En ook echt wel adviezen te vragen van, hey, maar hoe word je nou gelukkig? En wat is nou de key tot geluk? Ja, ja. Mooi. En dan is het natuurlijk ook zo, zijn we achtergekomen, dat een deel van hoe gelukkig je bent en hoe je leven gaat lopen ook gewoon op je lijf geschreven staat, letterlijk. Ja, absoluut. En daar gaan we nu even naar luisteren. Je intuïtielijnen, die zijn aan het groeien. Dus meer volg je hart. Ja, maar dat vind ik wel heel lastig. Want dat is natuurlijk zo'n... Ja, volg je hart. En je voelt in je onderbuik wel of het goed voelt. Maar soms dan speelt het ook wel mee, zeg maar, hoe je over iets denkt. En is het wel praktisch? En ik wil bijvoorbeeld heel graag bijvoorbeeld een bepaalde baan opgeven. Maar moet ik dat wel doen? Terwijl mijn gevoel dan wel zegt, ja, doe het. Maar ja, dan sta ik dadelijk zonder baan. Dus, het is altijd verstandig om even niet gelijk je baan op te zeggen. Dat zou ik je ook zeker niet aanraden. Nee. Maar het geeft wel aan dat je toe bent aan verandering. Ja. En dat is ook wat je vingers in je werkhand laten zien. Je wijs en je middelvinger, die zijn de omgeving aan het aftasten. Mm-hmm. Wat voelt fijn, wat voelt veilig, Waar wil ik naartoe? Ja. Dus dat zie ik wel in je hand. Ja, je hebt je handen laten lezen dus. Inderdaad, bij Francine Heijnen. En zij is dus inderdaad handlezeres. En dat was ook heel tof, want eigenlijk zegt hoe gelukkig je bent om dat te gaan onderzoeken, is er ook wel verteld door een professor weer. Van nou ja, dan is het heel goed om eerst jezelf echt te leren kennen. Van waar word je nou eigenlijk gelukkig van? Wat geeft jou nou positiviteit? En in je handen kun je dus blijkbaar laten lezen wat je dus blij maakt en waar je op dit moment staat qua persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dat is dus bij mij gebeurd. En het klinkt ook allemaal heel zweverig, maar heel veel dingen die ze vertelde klopt wel. en dan is het natuurlijk ook maar net wat je ervan wil horen, want er is natuurlijk een heel lang verhaal wat wordt verteld en wat jij net oppikt. Dan denk je, oh ja, nee, het klopt.
Maar het was ook weer zo... Ja, het was echt weer een positief... ik werd ook helemaal positief. En deze vrouw is ook gewoon... Ja, gewoon echt een hele leuke vrouw. Je zou bijna zeggen dat je dan naast jezelf... Want je filtert zelf je... Hetgene wat je hoort, misschien ook wel wat je wilt horen. Ja. Is het dan niet handig om dan iemand mee te nemen die jou heel goed kent en die zegt: oh Imke, even met beide voetjes op de grond. Je hoort, moet ook dat horen. Je moet ook dat, niet horen. Alleen dat horen. Ja, nou, misschien is dat wel goed. Je kunt ook naar haar toe met meerdere mensen. Nou, dus misschien is dat als ik er even op moet inhaken, ik was er natuurlijk bij. Als cameraman zijn en ik ken Imke natuurlijk wel een beetje. Ja. En ik had wel een paar momenten dat ik echt dacht van... Ik probeerde zelfs ook contact met haar te maken. Maar ze heeft bewust afgehouden. Als anders ze misschien in de lach zou schieten. Maar een paar momenten dat ze dingen werden gezegd... Dat ik dacht van... Ja. Dat klopt. Oh. En mogen we dat al weten? Of is dat voor de tv? Nee, dat is sowieso niet voor de tv. Want dat zie je niet op tv. Maar ik weet niet heel concreet meer waar het over ging. Maar dat was even zo'n momentje dat... Dat stukje dat ik gewoon overal kon slapen. Ja, dat ging inderdaad toen over. Net het weekend ervoor, toen was ik bij Rick geweest samen met Michael. En toen was ik gewoon tijdens... Ja, ik was op een gegeven moment zo moe. Ik ben gewoon op de bank in slaap gevallen daar. Terwijl eigenlijk gewoon op muziek was en feest. En dus dat was heel grappig. Dus toen dacht ik, oké, nu moet ik Rick niet aankijken. Ik vond het heel mooi. En er zal ook nog een paar van die momentjes. Ja. Je vertelde... Daar straks ook al in het openingsgesprek over dit programma... Dat je ook een aantal wetenschappers hebt gesproken. Ja, klopt. Dus vanuit de wetenschappelijke invalshoek... wat is geluk en hoe word je wel of niet gelukkig. Een van die wetenschappers is Esther Mirjam Sent. Ja. Die heb ik gesproken. Econoom, ja. Een econoom inderdaad. En die had ook een heel treffend stukje over... de invloed van social media op geluk. Ja. Gaan we heel even naar luisteren. Dat is misschien ook wel nu iets wat je heel veel op social media ziet. Dat iedereen zichzelf maar steeds gelukkiger prijst. En laat zien eigenlijk alleen maar de mooie dingen. En dat dat juist misschien voor meer ongeluk zorgt. Omdat iedereen maar met elkaar wil blijven levelen. Ja, social media hebben echt een negatieve invloed op ons welbevinden. Juist omdat je allemaal het ideaal plaatje presenteert op social media. En als je dat dan ziet van anderen, denk je... oh jee, ik heb niet die heerlijke wandeling gemaakt dit weekend. Of ik heb niet zo'n gezellige avond met vrienden gehad. Ja. Dus oh jee, wat ben ik toch ongelukkig. Social media hebben denk ik een grotere rol dan wij ons beseffen. Dat is natuurlijk veel... Nu over studenten hier op de universiteit die onder stress lijden. Ja. En dat wordt dan vaak teruggebracht naar... oh, dat heeft te maken met de studievoorschot. Mm-hmm. Dat ze veel moeten lenen. Of het heeft ermee te maken dat ze enorme druk ervaren. Dat ze zich zorgen maken over hun toekomst. Maar ik denk echt dat social media en de negatieve effecten op je welbevinden... dat die ook een enorme rol spelen in hoe de jeugd tegenwoordig opereert. Ja. En dan heb jij een social media kanaal aangemaakt voor het programma. Inderdaad, grappig. Maar wat ik hier nog even over wil zeggen... wat ook toch echt één tipje van de sluier was heel grappig... dat zij zei dat er uit onderzoek is gebleken... dat je dus eigenlijk gelukkiger wordt als je in een kleiner... of nee, als je in een groter huis woont dan je buren, zeg maar. Terwijl als je zeg maar in eigenlijk een groter huis zou wonen... maar dan zouden je buren dus ook groter wonen... dan zou je daar ongelukkiger van worden. Het gaat om het verschil met mensen om je heen. Precies. Het gaat dus eigenlijk gewoon... wat je van andere mensen ziet... dat je daar dus juist ongelukkig van dat wordt. Dat is ook wat ingewikkelder natuurlijk van social media. Want op dit moment is het zo... dat kunnen jullie misschien niet voorstellen... maar er is een tijd geweest zonder internet. Ja, bizar. En die wereld was veel kleiner. En je hebt dus, je had geen social media en zo. Dat kan je, je had je lieve dagboek en verder had je verder niet zo heel veel. En wat ik merk in die tijd... want je hebt, het is allemaal heel dubbel. Want aan de ene kant heb je social media nodig... om je product te promoten. Hè? En of het nou Him for the Weekend is... of mijn ding of whatever. Om dingen in het openbaar te slingeren. Hè? Dat iemand dat ziet... Aan de andere kant lees je dan weer dingen daaronder of andere zaken, nieuws. Waar je eigenlijk denkt van ja, maar dat wil ik helemaal niet weten. Nee. Dat wil ik helemaal niet lezen. Dit, je eigen veilige bubbel creëren. Dat is best lastig zonder dat is heel social media. Lastig. Ja. Met social media ben ik. Absoluut. Goed, we gaan even afronden. Als je denkt van wat de fuck is dit Him for the Weekend zo rustig in diep praten en zo. We gaan zo meteen echt hele knallende muziek draaien. Maar ik heb nog één fragmentje over van gelukzoekers. En dat is uit het eerste interview wat wij hebben afgenomen. En dan weet jij wel met wie het was, waarschijnlijk. Oh nee, wie was ook weer de eerste? Dat was Jan Tonen. Oh ja, oh, dat was ook top. Dat was ook top. Heel kort, een man die in een bijzondere omgeving woont... met een bijzondere levensstijl en bijzondere opvattingen over het leven. Absoluut. En die heeft heel lang gesproken en heel onsamenhangend in mijn opzicht, zeg maar. Laten we heel even een fragmentje van hem gaan luisteren. Jullie zien hier een wereld
waarin mensen op een bepaalde manier anders met elkaar omgaan en niet zo afhankelijk zijn van al die luxe die er gewoon moet zijn. Mm-hmm. Kijk, ik kan rustig 2 weken in dezelfde kleren lopen. Dat is geen enkel probleem. Ik hoef niet iedere dag een schone broek aan. Waarvoor? Anders wordt hij vies. Ja, ja, kijk maar uit. Als je hem te vaak schoon spoelt, krijg je misschien wel corona. Of de griep waar je niet meer tegen kunt. Je moet juist zorgen dat je wel met de vieze wereld een beetje in contact komt. En waarom? Omdat je dan weerstand opbouwt. Oh ja. En dus die weerstand is eigenlijk meer acclimatisatie. Van je verenig je met die bacteriën om je heen. Ja, dit zijn toch de momenten dat je de 1,5 meter maatregel kan waarderen. Ja. En toch heeft hij een punt. Nee, en toch was het ook echt een heel bijzonder interview. Maar hij had gewoon echt een hele andere kijk op de wereld. Of nou, een andere kijk gewoon. En het is ook maar net wat wij ook maar gewoon waarnemen. Hoe de wereld in elkaar zit natuurlijk. Dus nou, was ook heel boeiend. En, ik moet wel trouwens aan denken wat hij zegt. Ja. Het is vandaag zaterdag, hè? Ja. Dan mag ik weer een nieuwe onderbroek aan. Oh, yes! Goed, gelukszoekers. Dus je kunt het programma alvast volgen op Instagram. Gelukszoekers met puntjes en streepjes, maar zoek maar op gelukszoekers. Ik denk eind februari, begin maart zal het ongeveer op RN7 te zien zijn. Ja, zou toch top zijn. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Heel fijne weekend.